Welkom bij deze volgende nieuwe vlog. Wat gezelligheid. Ik ga je een dag meenemen, Boertallen Rap. We zitten, as we speak, ik en Frank in de taxi om daar naartoe te gaan. En ik denk, het is leuk in deze vlog om je mee te nemen hoe het eruit ziet, hoe het er gaat en welke luxe ze hebben. 7 sterren. Hotel, en daar heb ik nog nooit in verbleven, dus ik ben wel benieuwd ten opzichte van 5 sterren. Wat is de extra en wat is de luxury? I love it. We hebben gewoon een keer geluncht, al een keer een kopje koffie gedaan, maar heerlijk. Hebben we nu date night. Onze au pair die is nu bij onze dochter Joy, en wij hebben een heerlijk nachtje hebben wij even samen. Het is tweede kerstdag, dat maakt het wel speciaal, en het is gewoon 30 graden met kerst en ik blijf dat echt bijzonder vinden, en even wennen ook met kerstbomen. Met 30 graden, maar heerlijk genieten. Dus gezellig, ik ga je lekker meenemen. The restaurant is calling Daba Baliam, and the breakfast serving from the 7 and until 11 a.m. in the morning. Okay. Alright, in case if you would like, you also have the option to order the breakfast inside your room. It's available 24 hours at any time. I will show you the menu where it's located. You might order, it will be free of any charge as you like. Okay. Ja, zeker. In case if you would like to have more water, you might ask my colleague the butlers and they can bring you it anytime. Okay. Nighttime or daytime, it's available 24 hours. Okay. Alright, and for the mini bar itself, it's like a down. Is it chargeable? We can charge the suite as we have enough deposit for you. Some soft drinks there. Some alcohol snacks here also. It's over here. Alright, okay. If you'll be interested with that, you have the menu here. You can see all the prices here, all the prices in the dirhams. Okay. Alright. And also, just for information, so here we have a small tea and coffee station. It's also coming absolutely complimentary. If you need any assistance for the coffee machine or for the tea, you might ask my colleague butlers and they can do it for you. Okay. Alright. Thank you. But then, as I mentioned before, for the breakfast, but you have the option to order it inside the room. So here we have the QR code. Here you can scan it. And you can see the old option for the breakfast, lunch, or dinner. And for the curtains, we also have the option to close it. You can press this button here. And once you're pressing, it's going to close. In case of doing this morning, the sun is going to disturb you. Right? And the second button here. Yeah. It's open. So, yeah. And also behind us, if you can notice, we have the very, very nice speaker over there. You just can connect it by the phone and enjoy the sun music also. Oh, AC, in case you just want to turn off, increase the temperature, you can control it here. Okay. Right. So here we have the small storage area in case you want to keep the luggage here. Or for now, we can give you more substance.
Yay, lunch is just arrived. En een leuk detail. We drukken zo meteen even op het knopje. En ze komen het ophalen. Nou, jee, tot nu toe crazy. I love it, I love it. Hey Rome, hello van Frank ook. Merry Christmas, Merry Christmas. En we hebben nieuwe goals, want ik ben nu op de boards, allerhand. En ik zie daar gewoon een bubbelbordje in het grote zwembad. We hebben nieuwe goals, girl. Goedemorgen, deze morgen. Wij hebben gisteren een heerlijke avond even samen gehad. Lieve schat, hoe heb je geslapen? Ik heb prima geslapen. Dat bed. Ik heb een beetje kribbels. Wij hebben thuis een heel fijn bed, maar dit bed overtreft echt alles. Oké, Frank is net geopereerd, dus die kan niet. Hij laat ze passen vallen. Niet alles pakken. Wij gaan even ontbijten en daarna gaan we lekker naar het zwembad toe. Daar even genieten. Ook een beetje werken. Oh, en lekker de dag in. En dan heb ik ook altijd heel erg veel zin in een dag om lekker weer mijn meisje te zien. Heerlijk. Oké, dat staat. Wij wachten op de lift. En ja, wat een belevenis. Echt. Ik hou ervan. We genieten echt volop. Ik kom even bij je in de lucht en ik hoop dat je heerlijke kerstdagen hebt gehad en wellicht nog een derde kerstdag. Oh hey, maar ik krijg al best wel wat DM's van hey, ja, ik heb best wel wat gegeten. Wat is wijsheid? Wat is slim om te doen? Ah, thank you so much. En weet je, ik heb ook gisteren, tussen aanhalingstekens, te veel gegeten. Het is altijd even de vraag, hey, wat is te veel? Het is niet mijn huidige plan of koers of something. Nee, ik heb zeker meer gegeten, heb ik genoten. De answer is ook yes. Is dat belangrijk in het leven? Zeker. Maar vandaag, ga niet compenseren. Ga niet extra cardio doen. Ga niet extra weinig eten. Het is eigenlijk het stomste en het domste wat je kan doen. Ga gewoon weer je plan volgen. Nothing fancy. Als je training vandaag op het schema hebt staan, ga lekker trainen. Heb je geen training op het schema staan, ga lekker niet trainen. Maar zeker uiteindelijk heeft voeding het allerbelangrijkste. En hierin, hey, hou het weer goed bij als je calorieën bijhoudt. En dat is denk ik het allerbelangrijkste. Überhaupt, weet je, als je ergens naartoe wil, of je baalt ergens van, of je wil ergens naartoe, heb een duidelijk plan. Want op dat plan kan je gaan veren en kan je op berusten van, hey, als ik dit volg, dan komt dit er logischerwijs, komt dit eruit. Maar zonder plan is het gewoon heel moeilijk. Dus mijn grootste tip is, heb een plan. Ga je weer lekker aan het plan houden. Het is lekker weer, hey, brand new day. En heerlijk. Maar ga niet stressen. En geniet gewoon lekker van de gedachten en de memories die je weer hebt gemaakt. So, that's it. Die wilde ik even meegeven. Hmm, en toen gingen wij onze reis weer
verder voor me. En oh, gaan we deze mooie boordjellers af, gaan we gewoon weer verlaten. Wat een toffe reis. Ik ga Frank even vragen. Wat vond je ervan? Ja, top. Oh, echt, wat vond je het tofste hier? Helemaal de hotelkamer. Vooral twee die ik echt nooit zo'n hotelkamer details gaf. Exact, ja. Dus dat, wel dat is wel leuk, next levels weer. Ja. Zwembad, joh. Maar dan gaan we over een maand komen, of twee maanden komen we weer terug hebben beloofd. Zijn jullie weer in Dubai. En we hebben al gekeken voor een dag gewoon, zeg maar, daar liggen bij de beach en bij het zwembad, dat dat echt wel heel leuk is. Dus we gaan hier weer terugkomen. Dus wel nog tot... Hey, dankjewel voor het kijken. Gezellig dat je erbij was. Wij wachten every moment even op de taxi. Die komt er zo aan. En gezellig als je bij de volgende video's bent, abonneren. Heel erg leuk. Ik ga je meenemen in reizen. Ik ga je meenemen in mijn eigen journey. Weer naar mijn wedstrijd toe. Ik ga je tips ook geven hoe je in shape komt. A lot of more. Dus gezellig dat je erbij was. Zeker. Kan dit voor je. Way aanraden. Doei.